Welkom bij Boerenbusiness TV. We hebben natuurlijk net het fosfaatreductieplan achter de kiezen en nu dient het fosfaatrechtenstelsel zich aan. Maar begin 2018 is ook de kringloopwijze weer actueel. En wij hebben hier iemand te gast die daar alles van weet. Jorrit Joritsma, voorzitter van ZuivelNL, praat ons bij. Goedendag. Goedendag. Ja, het fosfaatreductieplan, daarin heeft ZuivelNL natuurlijk ook een rol gespeeld. Kunt u dat nog even toesplitten? Daar heeft ZuivelNL inderdaad een rol in gespeeld. En dat is meer een faciliterende en ondersteunende rol. Ook een loketfunctie gehad, waarbij onze melkveehouders zich konden melden, hun konden laten informeren. Het was natuurlijk een samenspel van ZuivelNL, maar ultiem de rol van RVO om de invulling daaraan te geven. Maar ook vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid en achterliggende, vooral haar achterliggende organisaties. Ja, is bij de totstandkoming en de uitvoering best een behoorlijke rol gespeeld door ZuivelNL. Ja, per 100 kilogram melk werd er 0,23 euro ingehouden. Ja. De pot is leeg? De pot is niet leeg. Vanuit de stoppersregeling was er ook voorzien dat er geld beschikbaar zou moeten zijn om die stoppersregeling te kunnen financieren. Er is best nog een discussie gaande over de afwikkeling van de kosten van het fosfaatreductieplan. Daar vindt nog discussie plaats, maar we hebben gelukkig vast kunnen stellen dat bij het start van 2018 wij weer terug kunnen in de oude contributiebijdrage die we hadden. En mocht er reserves daardoor uit ontstaan, dan kunnen we natuurlijk begrotingstechnisch daarop anticiperen. Maar we moeten eerst de afhandeling, want ja, we zijn nog in die afhandeling. Ja, het was natuurlijk een uiterst pijnlijke regeling, maar als u er nou op terugkijkt, hoe beoordeelt u hem dan? Het was inderdaad een pijnlijke regeling, maar ik vind het echt heel erg knap en bestuurlijk moedig. Maar ik vind het vooral knap van de sector zelf, dat die, want het is een inspanning die je op individueel niveau zou moeten doen. En dat is ook gebeurd. Er was best een sceptisch gevoel bijna een jaar terug, Van gaat dit lukken? Zal het gaan werken? Er is heel veel discussie over geweest. Het dreigde ook dat wat verdeeldheid. Maar ik denk dat we trots op kunnen zijn dat we met elkaar als sector dit hebben bewerkstelligd. Maar niet uit de weg gaande dat het op bedrijfsniveau binnen families best wel heeft geleid tot, tot pijnlijke situaties. En daar is ook alle begrip voor. Maar overal tevreden dat we zo ver zijn gekomen zoals we zijn. We hebben de doelstelling gehaald. Ja, je bent zelf ook melkveehouder, dus ja. U weet ook een korting van 8,3%. Ja, het is minder dan nu nodig is, maar het is nog steeds wel een forse korting. Het is substantieel, dat is veel. Ja. Dat is veel en dat haakt erin. Maar dat haakt er zeker in bij bedrijven die net op een punt hadden geïnvesteerd of zwaar hebben geïnvesteerd en rekening hadden gehouden met een ander toekomstscenario dan wat er nu ligt. En dat is altijd pijnlijk. Ja, het is pijnlijk. Er zijn pak een beetje 100.000 koeien totaal weggegaan. Zijn er ook nog, zover je daarover kan spreken, heeft het nog een goede bijkomstigheid gehad? Dat het toch geselecteerd is op bepaalde dingen? Dat zijn trends hoor, die zijn nog niet hard en onderbouwd. Maar wat ik hoor is dat er uit de praktijk, maar ook wat ik zie hier en daar uit cijfers, is dat doordat er geselecteerd is op bedrijfsniveau, er... En boeren zijn niet gek. Ik bedoel, die selecteren op dierziekteproblematiek. En sommigen hebben misschien op het gebied van BVD of IBR stappen gezet. Maar ik weet dat het ook aangetoond is al is dat er een behoorlijke antibiotica-reductie plaatsgevonden heeft. Omdat je ja, celgetal koeien opruimt. Dus dat heeft een gunstige bijkomstigheid gehad. Ja, IBR en BVD is natuurlijk ook een dossier wat komend jaar gaat lopen. Ja. We nemen even de stap ook nog naar de kringloopwijze, want dat is natuurlijk weer het dossier van dit moment. Ja. Hoe staat het met de kringloopwijze? Kringloopwijzer is, daar is ZuivelNL inderdaad eigenaar van, om het maar zo te zeggen. Dat ligt onder beheer van ZuivelNL. Daar is wat veel geld in geïnvesteerd. Er is ook iemand voor aangesteld, de projectleider, om dit echt te trekken. En we zitten nu in de fase dat kringloopwijzer... Het is toepasbaar voor, laat ik zeggen, voor 80, misschien wel meer procent van de veehouders. Dat je zegt, van je kan hier een heel betrouwbaar beeld uit krijgen. Maar juist het fijnslijpen van kringloopwijze naar een geborgd systeem. En dat zal niet van vandaag naar morgen gaan. Dat gaat tijd kosten. De diversiteit van de melkveehouders,
Dus hun bedrijfssysteem is zo groot. Maar het is een, en dat merk je ook vanuit de discussie, steeds meer ook een instrument aan het worden, wat een management tool gaat worden. En als we die overtuiging met elkaar hebben, dan hebben we die stap gezet. Dan zien onze collega en mijn collega melkveehouders ook dat ook rendement oplevert. Milieudoelstellingen, maar ook basaal gewoon geld op gaat brengen. Ja, geld verdienen, dat is natuurlijk altijd nog de beste motivatie. Ja. En een klein knelpuntje wat ik toch heel vaak terughoor is de ruwvoerwinning. Kijk, ruwvoer is natuurlijk heel erg erfgedreven. Je rijdt het op de platen en je weet eigenlijk niet precies wat er ligt. Ja. Kunnen we hier nog een stap in zetten? Ik denk het wel. Natuurlijk moeten we streven naar die metingen zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te krijgen. Zo vanuit mijn persoonlijke gedachte. Als je internationaal eens kijkt van hoe gaat het nu om ons heen. Ik weet dat bijvoorbeeld in Amerika heel veel bedrijven, met name de grotere bedrijven, al hun voer meten voordat het in de silo komt. Dus die weten, droge staf meten, en weten hun tonnen die ze opslaan. Kom je bij boeren met 1000 koeien en zeggen van ik heb zoveel 1000 ton gemeten mais zitten. En misschien ligt daar wel een hele simpele sleutel. Het kost geld, het kost tijd. Dat het of over de weegbrug gaat, of dat de weegsystemen op wagens komen. Er zijn hakselaars die het via de pijp al kunnen meten. Maar daar zouden we een stap in kunnen zetten. Meten voorafgaand voordat het in de silo zit. Ja, dat maakt van voer ook weer dan een nieuw aandachtspuntje voor melkveehouderij. Ja. 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 En wat je wel ziet is dat heden ten dagen, krachtvoerkosten praten wij allemaal over. Hè. We weten allemaal of we 8 cent hebben of 11. Ja. Maar we weten niet wat onze ruwvoerproductie kost. Tenminste, te weinig. En dat is dan ook een bijkomstigheid. Als je weet hoeveel ton je hebt en je weet hoeveel kosten je hebt gemaakt, dan ga je misschien ook bedrijfseconomisch daar scherper naar kijken. Natuurlijk zijn de voorlopers hier allemaal bezig. Ja, maar als je het over dit soort dingen hebt, dan zou het dus eerder jaren kunnen duren voordat de kringloopwijzer daadwerkelijk misschien fosfaatruimte op kan leveren dan op korte termijn. Ik ga zeker geen uitspraak doen omdat er op korte termijn een dusdanig geborgd systeem ligt dat het fosfaatreductie gaat opleveren. De pilot gaat lopen. Er gaan een groot aantal melkveehouders meedoen aan de pilot. Laten we ons eerst inzetten op het geborgd krijgen, op het managementinstrument. En dan verderop, ik ga geen tijd noemen. Maar wel hopen dat we hem ooit daar krijgen wat de oorspronkelijke doelstelling van geweest. Maar de oorspronkelijke doelstelling is nu ook breder geformuleerd. Omdat we het ook meer als management, als milieu-instrument gaan zien om winsten te pakken. Ja, de uitdaging wordt steeds groter. Ja. Ja. Nou, we hebben dus een kringloopwijzer inderdaad, het fosfaat. Maar een ander puntje wat ik bijvoorbeeld bij Friesland Campina weer nadrukkelijk tegenkwam, dat is toch de kouveropfok. Ja. Hoe staat het daarmee? Gaan er ook nog onderzoeken naar lopen? Er is veel aandacht voor, ook binnen de themagroep diergezondheid en de discussies die daar lopen met onze partner hier. Niet onbelangrijk is natuurlijk de witvlees en de rosé kalverhouderij. Die schakel tussen onze bedrijven en die sector is heel erg belangrijk. Het is van economisch belang. En daar lopen echt initiatieven om de kalversterfte beheersbaar te houden. Ja. Zodat we buiten maatschappelijke discussies blijven. Maar niet alleen. Het belang is dat je ook binnen het fosfaatreductiestelsel. We willen allemaal naar een vervangingspercentage van 20% liefst. Om zoveel mogelijk koeien te kunnen melken. En daar hoort geen kalversterfte bij, maar kalversterfte heb je altijd, maar die wil je op een niveau houden. Dat je en die bedrijfseconomische kant daarin belicht, maar je wilt ook die maatschappelijke discussie niet. Nee, je wilt eigenlijk ook topsport in de kalveropfokkerij. Ja, ja. Ja. Ja, nou, we zien dat onze 0,07 euro per 100 kilogram melk goed besteed worden. In 2014 hadden we ook al eens een interview met u en toen zei u dat het uitgangspunt van de zuivelsector bijzonder goed is. Ja. Hoe is dat vandaag de dag? Daar sta ik nog lijnrecht achter. Volgens mij was het vorige week toch dat ik een artikel las dat de Nederlandse boer wereldwijd de beste opgeleide melkveehouder is. Of agrariër is. Dat is een uitgangspunt. Wij staan ook internationaal, als je kijkt naar de zuivel, in het buitenland, de dairy kijkt, hoog aangeschreven.
Men kijkt met jaloerse blikken naar de Nederlandse structuur, de creativiteit, de innovatieve kant van de Nederlandse melkveehouderij, maar en ook haar zuivel en haar handel. Dus ik sta nog net zo positief daarnaar te kijken dan in 2014, niet anders. Nou, dit is wel eens goed om te horen. De zuivelsector staat dus nog heel goed voor en de melkveehouderij mag zeker ook wel een schouderklopje aan zichzelf geven. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.